YouTube was ooit een vrij plaats voor videomakers. Dat is niet meer zo. Het is nu onderdeel geworden van een dwingend establishment. Café Weltschmerz bouwt aan een alternatief. Een community die staat voor transparantie. Die tegen de stroom in kritisch informeert. Daarvoor hebben we u nodig. Steun ons met een maandelijkse bijdrage. Ga naar onze website www.cafeweltschmerz.nl En registreer u. Dankjewel. Welkom bij Coffee Wildsmeers. Mijn naam is Martina Groenveld. En ik neem jullie graag mee naar de demonstratie van 15 mei. Grootste demonstratie tot nu toe. Tijdens deze demonstratie vond een uitvaart plaats van eigenlijk de grootste motorclub momenteel in Nederland gevestigd, maar ook een verboden club. Deze motorclubs worden eigenlijk gecriminaliseerd momenteel door de Nederlandse overheid. Maar is dat terecht? Vandaag ga ik in gesprek met Patrick kromowi die ons graag meeneemt in zijn verhaal. Patrick, welkom. Dank je, dank je. Je zit hier op persoonlijke titel, op mijn uitnodiging ben je ingegaan. Dank klopt, daarvoor. Klopt, klopt. Um, zoals ik in mijn intro aangaf, de uitvaart was een um, veelbesproken onderwerp op social media. Mensen van allerlei hoeken van de samenleving waren enorm onder de indruk mm -hmm. uh, wat daar heeft plaatsgevonden. Zou je daar... Iets over kunnen vertellen, want jij was erbij. Ik uh, helaas niet. Ja, inderdaad, ik was erbij. Uh, uh, wij, wij kwamen aangereden op motoren. omdat wij uh, afscheid namen van de dierbaren. Uh, maar vervolgens zag ik dat er heel veel reuring was. en ik wist niet eens dat er een demonstratie was. En op een gegeven ogenblik stonden jullie onder het viaduct. met de geluidswagen en. Uh, ik dacht van. nou. Weet je, dus ik ben er naartoe gelopen en ik kwam heel toevallig kwam ik in gesprek met een veteraan en uh, het kwam hierop neer dat hij aan mij vroeg of wij het zouden waarderen uh, als ze in stilte voorbij zouden gaan. En ik zei, tuurlijk gaan we dat waarderen. Weet je, het zou niet tof zijn als er uh, met lawaai uh, langsgereden gaat worden en geschreeuwd en getoeterd en gebleerd en zo. Hij is vervolgens naar de geluidswagen uh, gelopen en als een golf is het stil geworden. Nou, dat vond ik vet. Ja. Diep respect ervoor. Absoluut. En uh, well, we hebben elkaar net ongeveer drie kwartier beneden gesproken. Um, ja, spannend. <laughs> we hebben het over, over, de, over de overheid gehad, over een stuk van, van jouw jeugd gehad, over he, uh, de, de voorloper van, van de toeslagenaffaire. Daar kun jij helaas uh, over meepraten. Mm. Um, ik zou met jou heel graag terug willen uh, in de tijd naar een hoofdstuk waar denk ik heel veel mensen totaal geen, geen weet van hebben. Althans, ik uh, wist daar niets van. Um, jouw moeder is javaans Surinaams. Klopt, klopt. En jouw vader uit de Jordaan. Uit de Jordaan. <laughs> en die hebben elkaar op een gegeven moment natuurlijk ontmoet. En nou, daar uh, kwam jij natuurlijk uit voort. Klopt, klopt, klopt. Ja, ik ben uh, marinekind, zeg maar. Weet je. En uh, in Suriname. Uh, ...is uh, mijn vader, zeg maar, mijn moeder tegengekomen... ...en van daaruit ben ik ontstaan. Nou, weinig liefde, weinig lol. Dus uh, ja, dat eindigde gewoon heel snel tussen hun twee. Mm -hmm. En um, uh, tot welke leeftijd heb jij in Suriname gewoond? Um, denk vijfde, zesde levensjaar. Ontzettend verwend bij de familie daar... Mm -hmm. En uh, vervolgens ben ik uit Suriname weggehaald, eigenlijk best wel met, met, met uh, grof geweld en hulp van de overheid. En, en... wat was daar de. de... Waarom werd dat, was dat normaal eigenlijk? Daar werd dat, gebeurde dat vaker? Nee, het was niet normaal, maar mijn vader, een slimme man, die had één advocaat voor twee mensen. En aangezien mijn moeder de weg hier in Nederland niet wist, is ze daarin meegegaan. En uh, ja. Op een gegeven ogenblik uh, heeft hij aangevochten dat ik daar zat. Hij heeft die gewonnen, dus ik ben uh, met behulp van de overheid... en militaire politie ben ik uh, uit Suriname weggehaald. En ik ben in Nederland terechtgekomen. En vervolgens heb ik mijn familie helemaal niet meer gezien tot 1988. En dat was het. Mm -hmm. En um, hoe heb jij Nederland ervaren als je bent opgegroeid in Suriname? Natuurlijk totaal anders. En toen kwam je in Nederland, totaal vreemde om, omgeving. Geen familie die je, die je kende, zeg maar? Nou ja, jawel. Um, ik ben eerst opgegroeid bij mijn opa en oma in Horen. En uh, vervolgens is mijn uh, uh, vader hertrouwd met een vrouw die al drie kinderen had. En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk niet meer goed met me gegaan. Maar hoe heb ik dat ervaren? Kijk, je moet zo zien. Die jaren, dat zijn de jaren dat Nederland prat op ging, dat we sociaal waren. Dat schreeuwden we ook op de bühne van Nederland is sociaal land, we staan voor elkaar klaar. Alleen mijn oma zei, Petje, dus mijn Nederlandse oma, Petje, Nederland is geen sociaal land. Hmm. We hadden elkaar nodig na de oorlog om het land op te bouwen, maar we zijn geen sociaal land. En dat, 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 dat zie je dan ook eigenlijk vanaf de jaren tachtig gebeuren hè? Dat uh, er een cultuur wordt gecreëerd. Dat we allemaal naar elkaar kijken, afgunstig zijn, over elkaar oordelen, naar elkaar wijzen, noem maar op. Weet je, dus ja, dat is nu tienvoudig zo. En het mm -hmm. gaat alleen veel erger worden. Ja. Weet je, het, 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 het wordt nog veel erger. Weet je, en uh, ik hoop dat de mensen eens een keer hun ogen gaan openen. Ja, en, en, en daarmee bedoel je dat er. ...toen ook al dingen gebeurden waar mensen gewoon voor wegkeken en dat dat nu weer gebeurt? Nou, sowieso. Neem nou, uh, neem nou zeg, maar, uh, 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 zeg maar de bijkerswereld, weet je. Uh, 99% van de mensen in Nederland heeft nog nooit met ze te maken gehad, weet je. En... Uh, Alleen er is, er is iets ontstaan in Nederland, waardoor een beeld uh, geschetst is, eigenlijk door de overheid, media, justitie, uh, waardoor mensen zijn gaan oordelen. En, uh, ja, maar het heeft allemaal reden, en dat zeg ik al sinds. In 2012 zeg ik al van mensen, let op, het draait helemaal niet om, om, om ons, maar het draait straks om jullie. En nu pas, nu pas na al die jaren, dus na al die jaren oordelen, nu pas hoor ik geluiden van, hé, hey, je had gelijk, weet je. Hé, hey, dit, hé, hey, dat. En uh, ja, nu wordt het tijd om te knokken. Um, ja, daar zijn we natuurlijk op, op heel veel verschillende manieren ook mee bezig. En terug te komen op, op de bikerswereld. Um, je gaf aan dat het jou in ieder geval een, een bepaalde structuur en een bepaalde veiligheid bracht. die je op dat moment eigenlijk heel hard nodig had. Ondanks nou ja, Einzelganger, toch? Nou ja, gewoon heel simpel. Weet je, ik, ik heb keuzes moeten maken in, in mijn leven. En, uh, want ik praat ook alleen maar voor mezelf. Hè. Ik, ik praat namens niemand, voor niemand. Want iedereen die ik ken is volwassen genoeg om zijn bek zelf open te trekken. Mm. Alleen. Um, um, weet je. Ik, ik heb best wel hard leven gehad. En uh, niet altijd vanuit mijn eigen schuld. Maar wel uh, ben ik verantwoordelijk voor, voor elke stap die ik zelf doe. Wat is er aan de hand geweest? Uh, best wel ruig leven gehad. Best wel hard leven gehad. Op een gegeven ogenblik ben ik eens een keertje uitgenodigd voor een barbeknooi. En ik heb gezegd: luister, ik heb er niks mee. Weet je, ik, 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 ik ben een salist. Weet je, ik, ik heb er niks mee. Weet je. Uh, Sla mij beurt maar over. Alleen die jongen die vroeg... ...joh, is hartstikke gezellig. en uh, Kom gewoon een keer mee. Dus ik ben een keertje mee gegaan. Naar een barbeknoei. Super gezellig. Echt super gezellig. Niemand die me veroordeelde. Niemand die uh, uh, wijs of... ...weet je, en iedereen vertelde gewoon zijn ding. <coughs> Vervolgens ben ik nog eens een keertje mee gegaan. Nog eens een keertje mee. Toen kwam ik... Uh, in gesprek met oudere mensen, toen herkende ik wat uh, cultuur van mezelf, wat eigenlijk van me afgenomen was. Dus ik voelde me thuis. En het grappige was, elke keer als ik daar kwam en ik stapte op het trein, dan viel de maatschappij van me af. Hmm. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En het allergrappigste van dat hele verhaal is dat vanaf het moment dat ik daar kwam, ik rustiger werd. En uh, uh, me ging gedragen. Dus vanaf dat moment heb ik nooit, nooit wat met de popo te maken mm. gehad. Weet je, alleen dat. Uh, wat gebeurt er? Ik werd al gewaarschuwd: van, luister, mensen kijken je toch met. Uh, uh, hoe zeg je dat? Scheeve ogen? Scheeve ogen aan. En daar moet je rekening mee houden. Ik dacht natuurlijk, dat nou, is vet overdreven, daar kan ik wel mee leven. En, uh, maar het was inderdaad zo. Vanaf dat moment elke keer aan de kant van de weg gezet worden. Ook als je in je eentje rijdt, gewoon een stukje rijden aan de kant van de weg gezet worden. Je zag ze overal in de bossen, kentekens opnemen. Uh, uh, bezoek, uh, tantes, opa's, oma's, iedereen werd kenteken uh, uh, genoteerd en vervolgens hebben ze dus alles in kaart, want dat doen ze jarenlang, ja. hebben ze alles in kaart, ze weten precies wat je doet, of je een bakker bent, of dat je een stuker bent, of dat je een schilder bent, of, of dat je in de uh, uitkering, ze weten alles en toch beweren ze uh, ...dat iedereen een crimineel is. Mm -hmm. nou, dat klopt gewoon niet, weet je. En daar scheid ik een beetje van. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En een aantal jaar geleden zijn meerdere motoclubs in Nederland uh, verboden uh, bij wet. Um, ja, kijk, was het voor die tijd anders um, qua sfeer met, met de politie? Of is het altijd al... Nee, luister. luister weet je, het, het, het is heel simpel. De sfeer, de sfeer is altijd goed geweest, weet je. En er is, men is ook altijd in gesprek uh, geweest weet mm. je, met, met elkaar en dat bedoel ik niet dat, dat je van alles loopt te vertellen, maar gewoon over koetjes en kalfjes, uh, beleefdheidsbezoekjes, noem maar op, noem maar op. Alleen bij hun had het een doel en, en, en dat was een, een, een soort van vrouw de wereld in helpen en uh, uh, ja, het publiek te, te bespelen. Want als je nu al kijkt, weet je, uh, uh, je weet gewoon uh, dat, dat je dingen moet bewijzen. Ja? Dus ik doe wat, ik persoonlijk doe wat. Pauw denkt van, hé, die jongen die doet wat, dus moeten ze dat bewijzen. Nou, wat hebben ze hier gedaan? Ze hebben het omgekeerd, omdat ze het strafrechtelijk niet voor elkaar kregen. Hebben ze gewoon gezegd, nou, weet je wat? We gaan ze, die mensen gaan we allemaal naampijs geven, net zoals dat ze nu met demonstranten doen, die noemen ze wappies. Iedereen is wappie. Nou, wij werden Outlaw motorgang, Gang, Bende, weet ik veel genoemd, of 1%'ers, of dit en dat, weet je wel. Waardoor mensen een idee kregen van, oeh, dat zijn gevaarlijke mensen en zo. Alleen de overheid die begon met de wedstrijd: dikke lul, wie de grootste lul heeft. Weet je, want ze kregen het niet voor elkaar strafrechtelijk. Mm -hmm. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, het publiek bespeeld. Je ziet die uh, uh, zogenaamde polletjes op SBS6 en zo. Nou, mensen doen er graag aan mee, ook al hebben ze nooit wat met iemand te maken gehad. Maar ze vullen wel wat in. Dus wat zegt uh, onze regering? Hey, Publieke opinie. Opinie, openbare orde, weet je wat we doen? We verbieden het civielrechtelijk. Dus in principe wordt een beetje gespeeld met onze grondwet en de mensen worden er niet wakker van, weet je? Die, die zien niet wat er daadwerkelijk aan de hand is. Mm -hmm. weet je? En dat, dat, dat is gewoon het verhaal. Ja. Um, zoals ik tijdens mijn intro net zei, ben jij helaas voorloper geweest op de hele toeslagenaffaire. Ja, klopt. Um, Klopt. We hebben eerder bij Café Wildsmerts een uitzending gehad over he, hoe schulden eigenlijk een groot verdienmodel zijn binnen de Nederlandse maatschappij. Wat ja. is jou overkomen? Nou, het is uh, in een notendop. Hè. In, ja. 2005, in 2005 heb ik uh, vastgezeten, omdat ik ook dacht dat ik mijn gezin ging verliezen door van alles. Dus ik heb een noodsprongetje gemaakt, ik heb vastgezeten. schaam ik me ook niet voor. En. Uh, Um, dus toen ik vast kwam te zitten had mevrouw, die had huurtoeslag nodig en uh, kinderbijslag of toeslag of mm -hmm. hoe je die shit ook wil noemen. Vervolgens uh, kom ik vrij en uh, bleek dus dat er een bedrag van 2500 euro foutief was uh, gestort aan haar ex-man. Nou prima, weet je, ik zie dat, ik meld dat, ik uh, uh, contact de belasting. Belasting zegt, oh. Sorry voor het ongemak. Ik zeg: zal ik dat geld bij die meneer terughalen? Ze zegt: nee, foutje, uh, belasting. Uh, wij halen het terug. Oké, okay, is goed. Maar wat is er gebeurd? Datzelfde bedrag van 2500 euro hebben ze ook naar mevrouw gestort. En uh, um, zij heeft toen bedankt voor de toeslagen, omdat ik terug uh, was gekomen uit de gevangenis. Alleen die, 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 die schuld is hier blijven ontstaan. En we praten over 2008. Dus wat zeggen zij? Oké, okay, zij hebben bedankt voor die toeslagen, maar achter de schermen kennen we, kennen we het toch toe. Want dat strepen weg met 2008. In 2009 deden ze dat, of 2010 deden ze dat met 2009 enzovoort. In 2010 was de Nationale Ombudsman erbij gekomen. Toen kreeg ik eindelijk een uh, contactpersoon. En uh, toen hebben ze meteen toegegeven: ja, we zitten fout, dit, dat, zo, dus zo. Dus ik zeg: oké, okay, prima, staan we op nul? Ja, we staan op nul. Ik zeg: maar wie gaat al die kosten betalen die wij extra hebben gehad? Uh, auto in beslag, noem maar op, mm -hmm. uh, deurwaarders, weet ik veel. Uh, ja, daar is de belasting niet voor. Maar ik was zo fucking blij dat ik zei: van nou, weet je wat, is goed. Weet je, bek houden is goed. Maar wat blijkt nou? Sinds 2010 tot en met nu, 2021, 11 jaar dus, zijn ze dat achter de schermen blijven doen. En wij zijn gaan betalen. Wij zijn gaan betalen loonbeslagen. Eh, gemiddeld 1700 euro per maand. Nou, ik ben nu al, even kijken. Zeg maar zes jaar terug in Horen. In nou, zes jaar maal 12, maal 1700. Nou, reken maar uit. Dus ik ben in 2010, uh, nee, 2015, zijn wij alles kwijtgeraakt. Zijn we ons huis uitgezet, uh, alles is vernietigd. Babyfoto's, babykleding, uh, alles, alles, alles. Weet je, hebben we hebben ook niet gehaald. Uh, hebben we ook gezegd we gaan knokken, want bij het dakloze loket kregen we het hoor, nou we kunnen u helpen. Hmm. Maar als er in, in Heerlen een plek is, gaat u daarheen. Is er in Groningen een plek, ga je daarheen. En even, even tussendoor, die huisuitzetting, dat had allemaal met die belastingsschuld te maken? Ja, uiteindelijk wel. Okay. Natuurlijk, want ze pakken je geld. Ja. Weet je, en ze, ze denken niet aan, aan, aan bijstandsniveau. Ze denken aan beslagvrije voet. Ja. En in Nederland is het zo, beslag op je loon is tot beslagvrije voet. Maar dan zijn er nog mogelijkheden om ook beslag te leggen op je rekening. En dan zijn er ook nog uh, mogelijkheden om beslag te leggen op je uh, goederen. Dus weet, dat, 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 dat hele verhaal, dat, dat uh, uh, kraakt aan alle kanten, je. Je, je, je. je kan niet meer bestaan, eigenlijk. Nee. Dus wij zijn eruit gezet en uh, wat ik net wilde zeggen was... Uh, als er plek is in Heerlen, dan moet je naar Heerlen, dus dakloos loket. Is er plek in Groningen, moet je naar Groningen. En het kan zomaar zijn dat er geen plek is voor je kind. En dan zeggen ze, dan pakken we je kind. En toen heb ik gewoon gezegd... Hey, Weet je wat? We gaan gewoon knokken. En we zijn gewoon gaan knokken. Weet je? en knok, knokken. En we hebben het nu gewoon goed voor elkaar. Behalve dan dat er 1700 euro per maand in beslag wordt genomen. Nou, ja. we gaan ervoor. En uh, hoe voelde jij je toen uh, vorige week een excuusbrief of een bevestiging op de oh, mat viel? Ja. ja, weet je, ik heb nu iets in handen. Ik heb. Uh, ik heb uh, Vorige week, kan zijn de week daarvoor, heb ik een excuusbrief, een verkapte excuusbrief van de belasting gekregen van in 2010 en 2012 zijn wij gekenmerkt in het register van mogelijk frauduleus. En uh, waarschijnlijk hebben ze dat verkeerd bekeken en nu gaan ze dat onderzoeken. Maar dat onderzoek kan lang duren uh, in verband om, uh, met het feit dat ze met computers werken. Dus ja, weet je, het liefst als ik een goede advocaat had, dan, dan, dan zou ik nu meteen uh, aan de hand van de brief gaan handelen, weet je, ja. om, om, om hun nu uh, zeg maar aan de gang te zetten. Want ik weet zeker, ze gaan achterover leunen en kijken wat er uit, uit, uit de computer komt. Want belasting die heeft niet het vermogen om op een nulpunt te, te, uh, uh, te gaan starten. Mm -hmm. Net zoals dat wij in 2010 kregen wij gelijk. Vanwege die 2500 euro, dus eigenlijk nog van, uh, zijn we glad? Ja, we zijn glad. Nul punt? Ja, nul, nul punt. Maar ze werken niet met nul nee. punt. Want ze nee. werken gewoon, uh, hoe, hoe noem je dat? Uh, met terugwerkende kracht werken zij. Ja. Weet je, terwijl die schuld was zogenaamd weg, maar die is altijd blijven bestaan. Ja. En we praten over meer als, als, een, als een ton hoor, wat, wat wij inmiddels zijn kwijtgeraakt aan, aan de belasting. Weet je, dus uh, ja. Verschrikkelijk. Ja. Ja, absoluut. Ik ben in ieder geval wel blij dat, dat er nu dingen aan het licht komen en dat bepaalde politici zich daar heel hard voor hebben gemaakt. Maar ik denk, ik heb ook met de belasting daarover gesproken, uh, privé zeg maar. Ik heb ook, dan krijg je zo'n zo gesprek: van, nou, hoe, hoe ziet u nu de dienstverlening? En ik heb ook gezegd: van ja, alles leuk en aardig, maar de systeemrot zit zo diep dat dat. Kan je, je kunt het niet, niet maken eigenlijk om op deze nee, manier het af te handelen. Ja, maar mensen moeten zich ook, uh, moeten zich ook realiseren van hoe krom het is in, in, in hier... hoe krom het is dat de jacht op mensen die, die, die zichzelf al niet kunnen bedruipen... want anders vraag je geen bijstand aan of anders vraag je geen hulp uh, uh, door middel van toeslagen aan... weet je, dat de jacht in Nederland zo fucking hard is dat die mensen... Uh, hun situatie niet mogen verbeteren. Dus als ze een cadeautje krijgen van moeders van 25 euro, worden ze afgestraft. Als ze daar 75 cent bijvoorbeeld op straat vinden, worden ze afgestraft. Mochten ze daar, uh, zeg maar, uh, ze hebben kinderen en ze krijgen uh, uh, boodschappen van mensen, worden ze afgestraft. Maar met zo'n bombari in die fucking media, dat, dat het lijkt alsof het criminelen zijn. Maar je had dit al kunnen zien aankomen, want een aantal jaar geleden, mm -hmm. elke keer als er iemand uh, uh, gepakt werd, uh, die bijvoorbeeld bijstand had of uitkering, dan werd breed uitgemeten in de krant uh, vanwege fraude van wel een bedrag van 75.000 of van 50.000 of van 100.000 of 15.000. Uh, maar ze vertelden niet dat dat druppelsgewijs was, omdat diegene daar. Uh, geld had gekregen voor boodschappen. Of daar geld had gekregen om een kappetje te pakken. Of daar geld had gekregen om met de kinderen naar een pretpark mm. te mogen gaan. Weet je wel. Maar het, 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 het is zo. Um, omgekeerde wereld in Nederland geworden. Weet je. Wij zijn burgers. En uh, burgemeesters en wethouders moeten uh, de gemeente dienen en de gemeente dat zijn de burgers, dus de mensen. Dan hebben we een overheid die moet de bevolking dienen, dus de mensen. Maar dat gebeurt helemaal niet. Mm. Dat gebeurt helemaal niet. Het enige wat gebeurt is, is uh, ja, we leven in een economische dictatuur. Ja. Want hoe krijg je het anders voor elkaar om al die ondernemers uh, in Nederland? Mat te krijgen. Nou, gewoon dreigen met boetes. In Nederland doen we alles met boetes. Ik pak je met boetes, ik pak je met belasting, ik pak je met boetes. Zo werkt dat hier. En er wordt natuurlijk ook gesproken al enige tijd uh, over een uh, basisinkomen. Hoe, hoe, wat, wat voorzie jij dat er gaat gebeuren... wanneer burgers recht hebben op een bepaald basisinkomen? van Wat is het, 1100 euro, zodat ze willen gaan, gaan invoeren? Wat zou daar de consequentie van zijn? El, nee, maar el, elk idee uh, van uh, de overheid op dit moment... Zeg ik tegen, fuck it, weet je. Fuck it, weet je. Ze moeten het gewoon loslaten en mensen gewoon hun geld uh, uh, laten verdienen. En is dat zwart, is dat zwart, weet je. Maar daar, omdat het zwart is, kunnen die mensen wel voor zichzelf zorgen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar als je mensen helemaal uitknijpt, 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 dat ze op een gegeven ogenblik... Hé, hey, is toch van de sotte dat het zo ver is gekomen dat ouders allebei moeten werken en het dan nog niet redden. Weet je, dus fok ook die basisinkomen. Iedereen moet gewoon lekker zijn ding doen en zijn geld verdienen. Ja, ja, ja want um, ja, je ziet nu eigenlijk een soort bijna tweedeling binnen de maatschappij. Van allerlei mensen zijn te gaan het verenigen. En dat vind ik zelf een hele mooie ontwikkeling. Maakt niet uit waar je vandaan komt, of je motorrijdt, geen motorrijdt, of je wappie bent of geen wapje bent. Mm. Die mensen die verenigen zichzelf, omdat we allemaal een bepaalde visie hebben van Oké, okay, hoe we als mens zijn in Nederland, de goede ja. kant op moeten. En natuurlijk ja. de andere kant. En, wat zou het ideaalbeeld zijn daarin, denk je? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik, ik, ik bekijk alles van de zijlijn, weet je? En uh, het moment dat ik uh, mee ga knokken komt, 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 gegarandeerd. komt gegarandeerd. Maar ik ben nu aan het filteren. En uh, wat ik zie is dat ook in die wereld, of je het nou wappie wil noemen of uh, wippie, of uh, interesseert me helemaal geen fuck. Maar ik zie wel dat er. Dat, dat, uh, uh, te veel ego's nu al rondlopen. Weet je, en het, het verhaal is gewoon heel simpel. Je vecht maar voor twee dingen en dat is vrijheid en gelijkheid. Meer is er niet. En dan kan je, kan je praten over, over chippies van Bill Gates en je kan praten over uh, 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 de kat van Tante Wilma. En weet je, je kan alles erbij halen. Nee, iedereen heeft maar één doel en dat is gelijkheid en vrijheid. En pas op een moment dat mensen dat gaan beseffen, weet ik dat, een, uh, dat zoiets kan gaan groeien. Maar niet als mensen um, op de brest springen alsof ze het hebben uitgevonden. Want niemand heeft het uitgevonden. En dan, want wat, wat ik nu ook, ook zie is gewoon. Er gebeuren nu dingen waar, waar tegen je gaat vechten. Mm. Weet je? En dat is. Je kan niet je wil opleggen aan andere mensen. Nee. Weet je? Als je, als je? als je samen voor die gelijkheid en vrijheid. En vooral dat woordje vrijheid. Hoe kan ik voor vrijheid vechten als hier iemand tegen mij gaat zeggen. Wat ik moet doen. Dus hij gaat tegen mij vertellen: Dan ja, moet je zo doen. Dan zeg ik: Fuck jou, weet je, en dan vecht ik wel in mijn eentje. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, begrijp je helemaal. En, 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 en dat is zonde, want ik zie een heleboel uh, mensen rondlopen uh, zonder ego en die doen het hartstikke goed en die stralen ook heel veel uit. Weet je, en die proberen ook niet hun ding bij een andere erop te doen. En dat zijn mensen waar die echt wel mensen achter zich kunnen krijgen. En dat zou een mooi ding zijn. Ja, ja absoluut. Want Zeker. vechten van een verloren zaak heeft ook geen zin. Hè? Nee, trek aan een dood paard, zeg maar. Dus be be begrijp ja, ja. je wat ik bedoel. Ja. Zeker. Dus uh, ja. Ja, dat is. En, ja, nee, duidelijk. Um, zit, het, zit, zit het erin dat jij gaat meelopen in de demonstratie? Of is dat echt zeg maar iets ik... wat niet geheel past bij, bij hoe, je, hoe je bent? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik, uh, ik ga sowieso meelopen. Ik, ik persoonlijk ga sowieso meelopen. En niet, 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 uh, uh, niet meer voor de mensen. Uh, en en daarmee bedoel ik mijn eigen generatie. Ook niet meer voor mezelf. Weet je, maar ik, ik ben wel nog bereid om een aantal jaren te, te moeten knokken voor uh, de kinderen van mijn kind. Dus niet eens meer voor mijn eigen kind, want die knokt ook wel als het moet. Weet je, maar meer de kinderen van mijn kind. Want je moet wel beseffen. Uh, we gaan naar een klinische samenleving. Dat is de bedoeling, weet je. Alles moet strak, alles moet gelijk. Uh, 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 en met mij bedoel ik niet de rechten, maar het gedrag, mm -hmm. weet je. En uh, ik ga dat niet meer meemaken. Mijn kind gaat dat niet meer meemaken, maar waarschijnlijk wel zijn kinderen. Op een wat latere leeftijd. Die gaan meemaken dat alles strak en. Uh, je hebt er wel eens films van. Weet je, dat ze allemaal in de wit pakken lopen en allemaal elke dag hetzelfde doen en als beloning voor goed gedrag mogen ze dan naar een eiland. Begrijp je wat ik bedoel? Het ja, ja, ja. is wel heel ver gezocht, maar die kant gaan we op gewoon. Ja, want. Uh, ondanks eigenlijk alle tegenslagen gaat het met jouw zoon bijvoorbeeld heel goed, vertelde je. Die tuurlijk. studeert en tuurlijk. doet weet het je? fantastisch. Ja, tuurlijk gaat het met hem goed, maar dat is puur vanwege mijn eigen wil. En, ja. je, en hoe ik dat doe, dat gaat iemand, niemand geen fuck aan. Weet je? Hoe, hoe ik zorg dat hij wel zijn uh, doelen kan halen. Maar dat is zeker niet dankzij die scheidoverheid. Nee, 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 nee. Dus eigenlijk... Zeker niet. Want kijk, weet je wat het is? Het is zelfs zo dat als, 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 als hij, uh, hij uh, in het gereel zou lopen met mijn achtergrond, dan zou hij zijn leven al beginnen met schuld. Begrijp mm -hmm. je wat ik bedoel? Ja, want ja. alle kinderen op dit moment, behalve als je van goede kom af bent, die beginnen met schuld. En waarom? Omdat als jij zoveel percentage van de mensheid met schuld laat beginnen, heb je zoveel al onder de duim. Ja. Want dat is het gewoon. Weet je, hoe kan het nou zijn dat onze kinderen met schuld gaan beginnen? Wie, wie heeft dat verzonnen? Kijk nou naar dat ziekenfonds die die kids moeten betalen. Wij hadden een knakenkaart of weet ik veel wat wij betaalden. Weet je, maar die kinderen die moeten al honderd zoveel euro per maand betalen. En dan ook nog eigen risico. Ja. ja. Weet je, dat gaat nergens over. Dat gaat helemaal nergens over. Maar ik zorg dat hij het goed heeft. Snap je? Ja. Ja, ik vind dat een, een, een mooi uitgangspunt, want als we nu gaan kijken naar wat er bij kinderen boven het hoofd hangt, of het nu maatschappelijk is, of medisch, of met vaccinaties of wat dan ook. Het zijn nee. echt, ja, we zijn op onszelf aangewezen. We kunnen eigenlijk nee. niet, hè, niet terecht binnen het Nederlands rechtssysteem. De overheid die probeert ons natuurlijk van alles eh, op te gaan leggen. En het zijn nee. echt de ouders die moeten opstaan voor de kinderen. Want een ander gaat het niet, gaat het niet doen voor ons. Nee, maar kijk, weet je wat het is. Als, als jij, jij stel je dat je in de politiek wil, dan normaal gesproken komt dat vanuit een idealisme. Ja. Als je nu kijkt naar de politiek, al die poppetjes, en dat maakt niet uit op een paar uitzonderingen na, al die poppetjes die zitten daar vanwege hun eigen cv. Snap je? Als je nu al kijkt hoe, hoe die omzicht afgemaakt wordt... Weet je, door zijn eigen partijgenoten, omdat hij medemenselijk is en wel wil vechten voor mensen, dan weet je al precies wat voor vieze gore slangenkuil dat hele Den Haag is. Ja. Weet je, dat ze bereid zijn om elkaar gewoon vet in de kont te nemen. Want, want dat is het, weet je, zo zie ik het, en niet anders. Het zijn gewoon vieze rikken. Hmm. Ik heb echt ook diepe haat naar ze. Ja, dat kan ik gewoon heel goed, heel goed voorstellen. En eh, dat is natuurlijk de struggle waar we nu met z'n allen in zitten. Van oké, okay, hoe gaan we op een zo lang mogelijk goede manier zorgen dat we een eenheid vormen. En dat we zorgen dat dat systeem eindelijk een keer omgaat. En dat we oprechte mensen zoals een omzicht, het dossier heb ik toevallig vandaag binnengekregen om Sowieso, dat te lezen. Hij is strijder. Hij is ja, echt te strijden. absoluut. Ja. Wat ga je nou de rest van de dag gewoon. Uh, wat doe je vandaag? Nou, wat ik ga <laughs> doen, ik stap zo direct weer lekker op mijn motor. En uh, ik ga herrie maken en ik ga heel stoer kijken. Want mensen zijn allemaal bang voor ons. <laughs> weet je. En uh, dan ga ik kut en hoeren lopen schreeuwen. Door de straat. Weet je. En dan uh, ga ik aan het beeld voldoen. Denk ik. Gedraag <laughs> <Dat> <laughs> je, je, denk je ik naar ik... je diagnose zeg maar op die ja, manier. Ja, 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 weet je. Maar de dokter zegt dat ik er niks aan kan doen. Okay. Dat, dat ik sowieso niet goed bij mijn hoofd ben. Nee, maar even zonder dolle. Ik stap zo direct lekker op mijn motor. Want ik ben hier naartoe gekomen op de motor. Dus dat is voor mij genieten. Dat is mijn stukje vrijheid. Wat ik nog claim. En wat ze me niet afpakken. Hmm. En dan uh, ga ik lekker naar huis. Dan ga ik checken of mijn zoon er is. En dan vervolgens uh, ga ik me bezighouden met uh, jeugd, met een rugzakje. En daar wijt ik voor de rest niet over uit. Okay. Vanwege uh, uh, het feit dat ik ben wie ik ben. Nou, dat, dat, je hoeft niets te vertellen wat je niet wil. Ik vind het wel schitterend dat je je daarvoor in wil zetten. Ja. Dus uh, ik wil jou een hele goede dag wensen vandaag. Dankjewel. En ook zeker bedankt voor je openheid en het feit dat je hier naartoe bent gekomen. En Geen dank. Wellicht zien we elkaar een keer op een demonstratie. Ik denk het wel. En ik denk uh, 4 juli. Oké, okay. ik zet hem in mijn agenda. Dan. Want uh, het moet bij mij altijd op zondag. Ja, bij mij ook. Ik moet op zondag, want dan dat is mijn rustdag, dan kan ik demonstreren. Oké, okay, helemaal goed. Nou, dan tot 4 juli. Ah, dankjewel. Dank je wel. Dank je.